Goedemorgen vrienden, wat er ook. Het is de voorlaatste week dat ik de PlayStation VR backpacker ben. Ik ga nu vlug mijn backpack maken en vertrekken naar de eerste locatie. En ik moet zeggen, het is een speciaalke, die eerste locatie. We gaan vandaag beginnen met een ruig spel. Aha, mijn favoriete, ruige spelletjes. Mai, ik verschoot keihard. Fucking hell, man. Holy shit. Oh man, je voelt dat gewoon echt. Holy shit. Je kunt trouwens ook gaan laden door uw wapens te zwieren gelijk een shotgun dat je dicht slaat. Haha, yeah, bitches. Ik ga voor de eerste keer binnenspringen bij het nieuwe skatehouse, nu het volledig af is. Ik ben heel benieuwd. Proficiat. Dank u, Sino. Het is gelukt. Het is gelukt, ja. Na al die miserie. Het zal wel zijn en het zag eruit alsof we hier al maanden zaten, dus... Alright, we gaan eens gaan zien, hè. Het ziet er prachtig uit. Ik raad jullie allemaal aan om langs te gaan. Ik heb mij ook alweer kapot gekocht. Zien jullie dat? Dat is Alex Agnew. En hij draagt dezelfde bril, exact dezelfde bril als dat ik nu draag. Ja, hé. Ik ga krok monsieurtjes maken. Trouwens, dat machine hier van Piet Huizentruid. Amai, echt goed. Dit is totaal niet gesponsord, maar ik wil gewoon even zeggen dat is echt een goed machine. Ik moet iets bekennen. Ik ben eigenlijk de laatste weken niet echt het perfecte vriendje geweest. Want ik ben quasi nooit thuis. En telkens als ik thuis kom, smijt ik mijn rugzak hier, smijt ik mijn laptop hier, begin ik te werken. En laat ik het eigenlijk heel vuil achter de living. Dus ik kan me perfect inbeelden dat ik nu een beetje grenzen zit af te tasten in de relatie met mijn vriendin. Want momenteel heb ik nog geen enkele opmerking gekregen. Maar ik ga voor de zekerheid dit hier allemaal opruimen en iets doen dat ik nog nooit gedaan heb. Namelijk de kerstboom zetten. Het probleem is ook een beetje, mijn vriendin kan eigenlijk ieder moment thuis. Komen. Ik heb dit idee veel te laat gekregen. Even de tafel opschuiven. Voilà, een beetje romantiek. Het is trouwens een plastieke kerstboom. Heel mijn handen zitten vol met glittertjes. Er zijn verschillende redenen waarom ik eigenlijk nooit de kerstboom zelf versier. Ten eerste, ik vind het een heel rare traditie. Ten tweede, ik heb ook een plastieke kerstboom gezet, want ik ben allergisch aan kerstbomen. Maar echt letterlijk allergisch. Het is niet dat ik allergisch ben aan kerst of zo, maar gewoon hars dat in kerstbomen zit. Daar ben ik allergisch voor. En ten derde, de miserie om die lichtjes uit de knoop te halen. Alleen daarvoor zou ik het al niet meer opnieuw willen doen. Tadaa! Ik wist niet eens dat we die dingen hadden. Ik moet zeggen, ik ben er trots op. Ik hoop dat ze blij zal zijn. Voilà, Maria Muis en Jozef Muis staan er ook al. Mijn relatie is weer voor deze dag gered. Ik wil deze video afsluiten met nog één belangrijke boodschap, maar ik zal die niet geven. Iemand anders zal die brengen. 145 likes of anders morgen geen nieuwe video.